Ja, het stagneerde een beetje. We hoopten natuurlijk op dat de prijsdaling door zou zetten. Dat is niet het geval. We verwachten wel weer dat die richting het einde van de zomer weer op gaat pakken. Een goed voorbeeld is de melk. Die was in maart 25% duurder dan een jaar daarvoor. Die is nu nog maar 17% duurder. Maar is natuurlijk wat zwaar. We hopen natuurlijk dat die daling doorzet. Nou, helemaal niet eigenlijk. Ik zie geen prijsdaling. Ik zie ze eigenlijk alleen maar stijgen. Dus waar ze het vandaan halen, dat prijzen dadelijk, zou ik niet weten. Ja, er wordt minder gekocht. Dus dat merk je echt wel. Mensen maken keuzes. De volle boodschappenkar is nog steeds. Alleen mensen zijn bewuster van wat ze kopen. Ja, sorry, het gaat eigenlijk nergens meer over. Hè. Aardbeien, het is heel lang goed weer geweest. 6 euro voor een bakje is niks. Ja, en dan zeggen ze dan dat prijzen omlaag gaan. Waar? Hier niet. Ja, net zoals dat we thuis ook last hebben van energiestijgingen, is dat natuurlijk ook in de supermarkten en bij de leveranciers, bij de producenten aan de gang. Ja, de loonkosten stijgen, daar heeft ook iedereen wel een gevoel bij. Nou goed, uiteindelijk wordt dat doorbreken in de prijs voor de klant. Ik geloof zeker, en die signalen krijgen we ook uit de markt, dat de prijs weer gaat zakken. En dat die daling zich verder gaat ontwikkelen en dat we weer richting het normale gaan. Een beetje volgt dan. Oh, goeiemorgen.